Goedenavond. Tot aan reclame en het journaal van 10:30 bij de NOS de documentaire Shots. Ergens in het bergland van Burma en Thailand verbouwen boeren de papaver waaruit opium wordt gewonnen. De jaarlijkse productie is ruim voldoende om aan de wereldwijde vraag naar heroïne te voldoen en om een groot en meedogenloos misdaadsyndicaat in stand te houden. De Nederlandse cineast Roeland Kerbos reisde 5 weken te voet door dat gebied om te achterhalen hoe de beginlijn van de heroïne tot stand komt. Mijn grootvader Mathieu Kerbos promoveerde in 1910 aan de Universiteit van Leiden op een proefschrift getiteld Vorming en verspreiding van enige alkaloïden in papaver somniferum. In eenvoudig Nederlands, hoe ontstaat opium? Een paar jaar geleden maakte ik een film over mijn grootvader en mijn familie. Toen ontdekte ik dat proefschrift en dat maakte me nieuwsgierig. Met zijn wetenschappelijk onderzoek was mijn grootvader onbedoeld zijn tijd vooruit. Opium was vooral in artistieke kringen in die tijd redelijk populair als genotmiddel. Maar opa leek me geen gebruiker. Binnen 10 dagen na het afvallen van de bloembladeren van de papaver somniferum moet de opium worden geoogst. Anders breekt de plant zelf de gevormde opium weer af. De opiumoogst is zeer arbeidsintensief. 'S Morgens vroeg worden insnijdingen gemaakt. Een melkachtige vloeistof komt uit de zaadbol. De druppels verkleuren tot donkerbruin in de zon. En 's middags wordt de opium geoogst. Een papaververveld is zelden groter dan een 0,5 hectare, waarvan in een goed jaar 3 tot 5 kilo opium geoogst kan worden. Door een toeval kom ik in contact met de Zweedse journalist Bertil Lindner. Zijn verhaal over de zogenaamde Gouden Driehoek in Burma en Thailand komt kort samengevat hierop neer. Een heroïneverslaafde levert met zijn dagelijkse shot een bijdrage aan de bevrijdingsstrijd van de Shans in Burma. Vraagtekens. Er wordt in Nederland per jaar voor 600 miljoen gulden weggespoten. Een junk betaalt 150 gulden per 0,5 gram versneden, dat is niet meer zuivere heroïne. Productiekosten 5 gulden. Waar blijft de winst? In grootvaders tijd was er geen heroïneprobleem. Zijn dissertatie bevat alleen verslagen van chemische proeven en voor mij onbegrijpelijke formules. Opium is niet langs synthetische weg te maken. Voor de bereiding van heroïne is het natuurproduct opium noodzakelijk. Uit 1 kilo opium wordt 100 gram morfine gewonnen en vervolgens wordt dat veredeld tot heroïne door toevoeging van acetaat in een betrekkelijk eenvoudig chemisch proces. De farmaceutische industrie verwerkt ongeveer de helft van de wereldproductie van opium tot morfine als pijnstiller. De andere helft wordt gerookt als opium of in illegale laboratoria verwerkt tot morfine en later tot heroïne. Tot in de jaren 20 was heroïne een legaal verkrijgbare medicijn van de firma Bayer, die ook de naam bedacht. Heroïne, de heldin onder de pijnstillers. Een proefschrift uit 1910, junks bij wijze van spreken op de stoep voor mijn deur en een toevallige ontmoeting. Bertil Lindner bereidt nu mijn komst voor naar de Gouden Driehoek. Ik begin met een atlas. Het noorden van Burma, uitlopend naar Thailand en Laos, levert een kwart van de wereldproductie van opium. 600 ton per jaar. Dit is de Gouden Driehoek. Een ruig, ontoegankelijk gebied waar de Burmese overheid geen gezag uitoefent. Een belangrijk deel van de Gouden Driehoek wordt gevormd door de Shan-state, het land van de Shans. Met 4 miljoen de grootste minderheid in Burma.
De macht van het centrale gezag in Burma reikt niet verder dan wat hier is aangegeven. Burma is een land van minderheden en die controleren min of meer hun eigen gebieden. Shanstead is daarvan het grootste en het belangrijkste, niet in het minst vanwege de opiumproductie. Een tiental bewegingen strijdt in de Gouden Driehoek voor hun vrijheid, niet alleen de Shans. Het is niet altijd duidelijk wat belangrijker is, het politieke ideaal of opiumgeld. Met vier van deze organisaties zal ik in het zuidoosten van Shanstead contact maken, in het gebied tussen de grens met Thailand en de Selwyn-rivier. Elk van de vier organisaties die ik ga bezoeken, SURA, SUA, PAO en SSA, heeft daar nu een soort grenspost naar Thailand. Hier, heroïneverslaafden die, zegt men, een sociale bedreiging zijn van onze samenleving. Daar, bevrijdingsbewegingen die gefinancierd worden uit opiumopbrengst. De Shans vormen een traditionele boerengemeenschap. De leer van Boeddha als leidraad in het bestaan, opium als belangrijk middel van bestaan. Een eigen cultuur, een eigen taal en een weerzin tegen het centrale gezag. Het klimaat is ideaal voor de papaver. Kalksteenhoudende grond, subtropisch landklimaat, koude nachten en wat regen in december. De oogst is tussen half februari en half maart. De opiumopbrengst garandeert de boer een jaarlijks minimuminkomen. Inflatiebestendig en de vraag is altijd groter dan het aanbod. Van dezelfde grond kan meestal een volgende oogst van een ander product, rijst of groente, gehaald worden. En in oktober wordt er dan weer papaver ingezaaid. De handelaar komt aan huis om de opiumoogst op te kopen. Er is geen landbouwproduct dat hier kan wedijveren met de papaver somniferum. Opium is een genotmiddel als bij ons alcohol en zeker minder schadelijk voor het lichaam. Maar een matig mens is zijn vrijheid waard. En een tevreden roker is geen onruststoker. Burma is het Albanië van Azië. De grenzen met de buurlanden zijn gesloten. Als toerist mag je in redelijke vrijheid in 7 dagen het glorend ideaal van de boerenheilstaat komen bewonderen. Maar wat ik zie is iets heel anders. Een opgewekte samenleving waar niemand zich druk maakt over het socialistische ideaal. Corruptie tot op het hoogste niveau en een openlijke zwarte markteconomie. Burma exporteert illegaal voor 2 miljard gulden per jaar aan opium. De helft van dat bedrag komt via dezelfde kanalen weer terug. Te voet of per muilezel wordt Burma vanuit Thailand voorzien van de luxe producten van het verderfelijke kapitalistische systeem. Zo komt ook Coca-Cola het land in. Na gebruik worden de flesjes gevuld met socialistische priklimonade in alle kleuren van de regenboog. De zwarte markten in alle grote steden van Burma, of het nu Rangoon is in het zuiden of Tongji meer naar het noorden, floreren alsof dat allemaal maar mag. De grenzen zijn officieel dicht, niks mag, maar alles kan. Dat is Burma.